Inderdaad, nog steeds helemaal live en rechtstreeks zijn we erbij met Radio Manosport vanuit het fantastische Almelo in Nederland. Nu moet het gaan gebeuren. En de man die daar nu vlakbij zit is Noël op de motor. En dan merken we daar plotseling een stilstaande fase. Noël, we krijgen hier een stilstaande fase in het midden van de koers. Wat is er daar aan de hand? Marcel, dat klopt inderdaad. Normaal worden de bloemen op het eind uitgereikt. Inderdaad, aan de meet, maar niet in dit geval. Niet in dit geval. Er is iemand die vandaag effectief in de bloemen wordt gezet. Inderdaad, 25 jaar. 25 jaar had ze hier actief in dienst, zich volop gesmeten en gegeven inderdaad, ongelooflijk, handjes op elkaar, handjes op elkaar. Ja, schitterend, en wat het betreft Francis, die nu inderdaad hier op dit eigenste ogenblik, bloemen mag ons, doet dat nu met jouw 25 jaar dienst? Het lijkt alsof het gisteren is gebeurd, zegt ze. Francis, ben je blij met de bloemen? Ik vind ze prachtig, ik waardeer het heel erg. Jos Dornay. Ja. Er kan weer een evenement doorgaan. Daar moet jij wel heel erg blij om zijn. Niet alleen ik, maar Almeloze fans is daar gewoon blij mee. Dat we eindelijk na zoveel keren afgelasting nu kunnen zeggen, we hebben weer een evenement in Almelo. En kan je heel klein beetje over die acts vertellen? Ja, we hadden 4 lopende acts. Eentje met een rijdend autootje met de jasvis. Er zit iemand in als in een viskom. En die rijdt hier door de straat in met allerlei rookdingen. We hebben een prachtige radioverslaggeving gehad van de Tour van Almelo. We hebben een, twee steltelopers met springveren. En we hadden nog een, de vierde groep. Oh, dat waren de 3 grote vissen die door Almelo heen trokken. Ja, dus hartstikke leuk. Je hebt helemaal gelijk. Hier staat iemand met een geweldige mooie bos bloemen. Waarom heb je die gekregen? Nou, ik heb 25 keer het straattheater meegemaakt, meegedaan als vrijwilliger. En dit is mijn jubileum. Dus ik ben er voor het eerst bijgekomen omdat ik Spaans spreek. En ze hadden een Spaanse straatact. Dus dan ben ik erbij gevraagd en ik ben erbij gebleven. Dan moet jij het ook wel geweldig vinden om bij Almelo Events actief te zijn. Ja, zeker. Het is altijd leuk. Altijd gezellig. Leuke artiesten. Dus wat wil je nog meer? Wat vond u ervan? Hartstikke leuk, alleen te weinig. Maar er komen er nog een paar. Oh ja, komen er nog een paar? Oké. Ik vond het deuchefootje heel erg leuk. En dan die meneer, die kattenmeneer die daar de HEMA in ging. En er echt helemaal zo moest bukken. Geweldig. En die 3 vissen, die zagen daar een meneer met een mevrouw. Die had een hele leuke hond. En toen zei hij, een langharige waterdier. Ja, leuk hoor. Ik vond het gezellig. Wat vond u het leukst? Nou, ik vond het dus doorgaan wel leuk. De vissen, de visgroep heb, allemaal vriendelijke grietjes die erop zitten en wat. Ja, en die komen uit Brabant, of niet? Ja. De Serenkeel. Laius, hij heeft paling gekocht. Dat is ook goed tegen schuurbouw. Wat vond u van dat van die act? Hebt u al meer van die acts voorbij zien gaan? Ja, toen stond ik in de kledingwinkel, dus ik heb het niet echt gezien. Maar ik vind het wel leuk voor de stad. Het is wel, maakt wel een stukje gezelligheid.